Okay. Hooguit, goedemiddag. Goedemiddag. Ik heb gezien, het was een gigantisch leuk feest. Ik wil eerst graag dat jullie jezelf even voorstellen. Jij bent? U bent. Ik ben 1. En u bent de hoeveelste hoogheid? 21ste. Dus dat is eigenlijk een klein beetje de voorloper van het jubileum. Ja. Zit je op school? Ja. Op welke? De Marshof. De Marshof. Oh, dat is in Stads... Nee, Zonnezuid. Zonnezuid. Ja. Welke groep? Groep 6. Groep 6. Oh, dus dan ben je nog 2 jaartjes te gaan. En hoe vond je het om gekozen te worden tot de prinses van de beste vaatjes? Ik vond dat eigenlijk heel erg leuk. Had je ook gelijk ja gezegd? Ja. Hebben ze eerst aan papa en mama nog gevraagd? Ja, die hebben het eerst voor mij geheim gehouden. Want ze zeiden dat ik de pak moest gaan passen. Toen hadden ze daar met een kroontje erop. Oh, dus het was helemaal een verrassing. Ja. Nou, en adjudant, wie ben jij? Fabian. Fabian. Hoe, van achternaam? Van mama. En zitten jouw papa en mama ook bij de carnaval? Jouw moeder, en waar zit die bij? Bij de deurzakkers. De deurzakkers, oh, net als Toppie. Toppie. Ja, wat is er? Toppie, nee, dat is zijn naam, hè? Prins Toppie. Prinses Toppie? Jij hebt prinses Toppie. Ja, daar komen we zo nog wel even op. Jij zit op school? Ik ben op school. In Oldenbroek. In Oldenbroek, oh, dus je woont niet eens in Zwolle? Nee. Nou, hoe vond je het om gevraagd te worden? Heel leuk. Zijn jullie toevallig familie van elkaar? Nee, we zijn gewoon hele goede vrienden. Hele goede vrienden, nou dat is natuurlijk super. Uit Oldenbroek en uit Zwolle. Zuid. Nou, wat wil je dan nog meer? Nou, het is maar een klein eindje, hè, Zwolle Zuid. Ja, ik ben een Zwollenaar. Je bent een Zwollenaar? Ja. En dat wel. Dat wel, dus maar je bent geboren in Zwolle, maar je bent verhuisd naar Oldenbroek. Ja. Nou, dat is helemaal mooi. Maar dan willen natuurlijk ook de mensen, die wij straks allemaal die filmpjes laten zien, die willen ook weten wat jouw leus is. Die weet ik even niet meer. Die weet je even niet meer? Nou, weet je wat? De volgende keer als je ergens komt, ja, op een receptie of op een feestdaan, kom ik naar je toe en dan hoor ik jouw leus. Ja. Is dat afgesproken? Ja. En wat zijn jouw plannen voor het seizoen? Gewoon goed feesten, lekker feesten. En het maakt niet uit als je er niet goed bent erin of er wel goed in bent. Het maakt niet uit. Het is carnaval. Doe lekker gek. Nou, dat bedoel ik. En zorgen dat je de jeugd naar het carnaval trekt. Ja, want de jeugd is de generatie voor de volwassenen. Nee, en hoe denk jij erover? Precies hetzelfde? Ja. Ja? Nou, hartstikke mooi. En ik hoop dat jullie met z'n beiden een gigantisch mooi seizoen hebben. Ja. En dan, dan spreken we jullie vast nog wel een keertje weer. Ja. Ja? En dan de eerste volgende keer dan wil ik je leus helemaal horen. Ja? Nou, dankjewel en maak er een hele mooie middag van dan. Ja. Want we hebben nog even. Ja. Toppie! Dat doen we zeker.